Tijdens de Nationale Modderdag bezocht prinses Laurentien de stadsblokken in Arnhem om de samenwerking tussen haar programma Waterspaarders en IVN te bekrachtigen. IVN organiseerde de dag met NME Centrum Arnhem, Placemaking Plus en Partoe Kinderopvang en enkele lokale partijen. Kinderen tussen de 4 en de 12 jaar genoten van lange modderslides, een mudrun en een blote voetenpad. RTV Arnhem nam een kijkje en verslaggever Pieter Pluijgers sprak met prinses Laurentien. Ik spreek met prinses Laurentien. U bent hier vandaag in Arnhem bij de Modderdag. Waarom vindt u het belangrijk om hier de kinderen iets bij te brengen? Nou, het mooie is de samenwerking tussen Modderdag en IVN en Waterspaarders. En waarom dat zo mooi samengaat. Modderdag en IVN gaat over de natuur en verbonden zijn met de natuur. Dus ook gewoon goed in de modder spelen. Maar om je dan weer schoon te maken, dan moet je onder de douche staan. Dus dat is het moment om ook na te denken over wat die natuur dan, hoe die beschadigd kan worden. En energiebesparing is daarvoor natuurlijk heel belangrijk. Er is ook een samenwerking tussen IVN en waterspaarders van uw organisatie. Dat klopt. De samenwerking bestaat eruit dat samen met IVN, met alle kinderen en de vrijwilligers, die gaan helpen om te zorgen dat we met elkaar de 5 miljard liter warm water gaan besparen. Die we een jaar geleden hebben aangekondigd van we kunnen dat gewoon doen met elkaar als we het maar doen. En hoe doe je dat? Door in plaats van 9 minuten te douchen, nu eigenlijk maximaal 5 minuten te douchen. Dus per douchebeurt bespaar je al heel erg veel, namelijk 4 minuten. En dat maal 8 liter bespaar je dus al 32 liter warm water. Nou, die kleine actie met heel veel mensen te doen, ja, daar helpen we enorm mee in de energiebesparing in Nederland. Hoe belangrijk is dit om kinderen bij te brengen? Nou, voor mij gaat het erom dat het met name is niet zozeer kinderen dingen bijbrengen, maar kinderen eigenlijk te helpen om samen met hun hele gezin water te besparen en daardoor energie te besparen. Dus kinderen die begrijpen heel goed, kijk eens hoe mooi ze spelen in de modder, dat zullen kinderen eerder doen dan volwassenen. Dus kinderen staan eigenlijk veel dichter bij de natuur. Dat is waar we samenwerken. En als je dicht bij de natuur staat, dan begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. En dat is waarom de samenwerking tussen waterspaarders en IVN zo belangrijk is. Wat is de Missing Chapter Foundation precies? Bij de Missing Chapter Foundation helpen we eigenlijk kinderen om de rol die ze zo graag willen spelen om de natuur te beschermen, om ze dat te helpen laten doen. En dat doen we onder andere via waterspaarders. Dus bij kinderen die hebben een soort daadkracht, dat helpt ons weer om te zeggen, ja, we gaan het ook gewoon doen. We praten niet over gedragsverandering, we gaan het gewoon doen. En dat is waar je kinderen hard bij nodig hebt. Dus 5.840.000 liter, als alleen maar 500 kinderen of mensen dat doen. Van 9 naar 5 minuten, niet langer. Dat gaan we gewoon doen, toch?